En dan nu naar de oudste verdwijningszaak van het land, die van Gevrije Kavas. Het Turks jongetje was 5 jaar oud toen hij verdween in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek, waar hij met zijn ouders woonde. Dat was op 6 februari 1985. Dat is dan wel bijna 25 jaar geleden, toch doet de politie nog een allerlaatste oproep naar getuigen, onder meer met een nieuwe verouderingsfoto. Sint-Jans-Molenbeek, een van de Brusselse gemeenten. In de jaren 80 is de familie Kavas hier komen wonen, in een rijwoning in de Ransfortstraat 85. Op woensdagnamiddag is Gevrije thuis met zijn broer aan het spelen. Zijn moeder is ziek als er een speelkameraadje langskomt. Gevrije mag niet mee, hij is nog veel te klein en heeft straks nog een afspraak bij de dokter. Als Gevrije zijn zus wat later thuis komt, ziet hij zijn kans. Ma sœur qui a déposé la clé sur une table qui est derrière la porte. Alors Gevrije, il a pris la clé et il a ouvert la porte. Normalement, il est sorti. Et depuis, on ne sait rien du tout. Om 3 uur die middag ziet niemand Gevrije zijn huis verlaten. Niemand weet welke kant hij is opgegaan. Zijn ouders vermoeden dat hij zijn broer wou volgen, maar Gevrije kent de weg helemaal niet. D'ici, il y a bien 4-5 kilometer. Donc il avait jamais été à ce terrain-là. Donc je pense pas qu'il a été jusqu'au terrain. In de buurt is een park waar hij geregeld ging spelen, maar ook daar heeft niemand hem gezien. Dat park grenst aan het kanaal. Il y a personne qui a vu quelque chose. Donc pour nous, je pense que Gevrije, on l'a kidnappé très vite. Il n'a pas été loin, il n'a pas été loin. Je sais pas, c'est un sentiment. Je pense qu'il est encore en vie et qu'il est quelque part. Peut-être qu'il a fait sa vie ou qu'il vit chez une famille. In de loop der jaren volgen er verschillende zoekacties. Omdat die niets hebben opgeleverd, lieten de speurders al 3 verouderingsfoto's maken van Gevrije. Op zijn 14e, op zijn 18e. En op zijn 24e. In Sheffield woont Terry Blight. Zij is een autoriteit op het vlak van het maken van verouderingsfoto's. Child Focus heeft haar nu gevraagd om er 1 te maken van Gevrije op zijn 30e. Basically, it's like stretching the face. And so using the reference photo of his brother, take the original photo and copy a section of it and then literally pull it down to the right proportions. After doing it a bit to start with generally, then we'd take just the nose section and the mouth section and pull that down until it's vaguely in the right area. I took a copy of the brother's mouth and placed it on the image and then altered it slightly to fit the face that we've already got, taking the size and proportions into account, but also making sure it's in the right position, putting that appropriately, and then comparing it side by side with his brother. Terry heeft de foto toen die af was eerst naar de familie gestuurd. When I first did it, it was fairly pale, and I had feedback to suggest that maybe darker skin tone would be more appropriate, and very much darker hair to make sure that we've definitely got the colouring of the family reflected in Gevrije's face as well. Zo zou Gevrije er nu moeten uitzien, een man van 30 jaar. De vraag is of hij ooit nog gevonden zal worden.
of het nog zin heeft om na al die jaren te blijven zoeken. Het is belangrijk om het toch nog een verspreiding te doen, zelfs na 25 jaar, omdat je niet weet of dat er bepaalde mensen destijds niks mochten of konden zeggen en dat nu ze wel zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld iemand op zijn sterfbed die alsnog wil overgaan tot een bekentenis. Zelfs na 25 jaar kan er nog een goede tip bovenkomen. Het enige wat de familie nog rest zijn enkele foto's van de kleine Gevrier. Een partie de nous qui n'est pas là. Qui nous manque une partie du puzzle et on le cherche. On sait qu'il est quelque part, mais on ne le trouve pas. Vanaf vandaag krijgen de inwoners van Sint-Jans-Molenbeek deze folder in de bus. Daarin staan alle feiten nog eens opgesomd, samen met de verouderingsfoto van Gevrier Cavas. Hij zou vandaag 30 jaar oud zijn. Meent u hem te herkennen, neem dan contact op met de speurders. Ook als u in die periode in Sint-Jans-Molenbeek woonde en zich zonderlinge personen of vreemde gebeurtenissen meent te herinneren die mogelijk te maken hebben met zijn verdwijning, dan willen de speurders dat heel graag weten. Alle tips zijn welkom op het gratis nummer 0800 91 119. Zo, einde van deze Telefax Crime. U kan deze uitzending opnieuw bekijken, nu komende zondagnamiddag rond 5 uur hier bij VTM. En in januari zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan.